winnen is moeilijk, aan top blijven is moeilijker. Ja. Dus ik denk dat er altijd een uitdaging voor ons is om te blijven innoveren, om het goed te blijven doen, om te laten zien dat we echt de beste zijn. Ten eerste zitten wij natuurlijk wel aan het echt het Formule 1 spectrum eigenlijk van de racewereld. Zonneauto's zijn nog moeilijk te maken om echt naar de commerciële markt te brengen. En dat zal nog, aan het begin is het nu ook vrij duur, maar langzaam maar zeker zal dit wel doorkomen. Ik denk dat dat een combinatie is van ook waar wij mee bezig zijn, nog betere zonnepanelen, een betere accu en vooral een betere aerodynamica en eigenlijk alle technieken gecombineerd tot een betere auto. En als die ook in de commerciële auto komt, dan heb je uiteindelijk wel echt grote kans dat een zonneauto mogelijk is. Wij laten bijvoorbeeld dus zien dat 3000 kilometer rijden puur op zonne-energie al mogelijk is. En dat zeker de combinatie met windenergie, dat eigenlijk het hele fossielvrije leven gewoon mogelijk is.